maar goed. Dit is heel hoog. Ja, behoorlijk. Het is echt heel hoog. Nou, even voor de duidelijkheid. De cameraman die zegt de hele tijd, joh, stel je niet zo aan. Maar die heeft zelf hartstikke hoogtevrees. Die durft niet dichterbij. Toch? Vandaag duik ik letterlijk de wereld van het schoonspringen in. En bij schoonspringen denk je waarschijnlijk meteen aan Edwin en Daphne Jongejans. Maar uit Gelderland kwam ook een heel groot kampioen. Dit is een foto van het wedstrijdteam van Aqua Novio uit Nijmegen. En straks zien we het verhaal van Marleen. Die staat hier. En Marleen was Nederlands kampioen bij de junioren. Maar een auto-ongeluk maakte een abrupt einde aan haar carrière. En mijn kampioen van vandaag die sprong regelmatig van die hele hoge toren met 50 km per uur naar beneden. En dat ga ik misschien zo ook doen. Iris Jansen heet ze. Ze stond aan de top van het Nederlandse schoonspringen en ze deed ook mee aan de wereldkampioenschappen in Rome. Iris was een heel klein, tenger meisje en altijd stond te bibberen van de kou. Ze had het altijd koud en altijd stond het... En dan had ik hele korte haartjes en dan ja, echt een vrolijk meisje. We stonden vooral in de rij voor de duikplank. En we hadden het soms niet eens in de gaten als we aan de beurt waren. Dan moest Joyce weer roepen van, jongens, schiet een beetje op. We zijn hier om te springen. En wij stonden alleen maar te kletsen. Dus heel gezellig vooral. Wij waren ja, altijd wel een beetje competitief ook wel, denk ik. Maar wel echte vriendinnetjes. Ik zat er al langer op dan zij. En maar al snel kwam zij voor mij terecht bij wedstrijden. Dus dat ging wel hard, ja. Ik vond het soms ook niet leuk als kinderen lagen te vervelen, want ze zei wel. En ze had een beetje het voorbeeld dat ik altijd sprong. En dat wou ze ook, ze wou er ook naartoe. Die salto's en zo, die wrong zich in alle bochten. Het ging gewoon vanzelf. Lekker soepel. Ze was heel gedreven. En ze strekte altijd heel mooi haar tenen. Iris Jansen wordt in 1988 in Nijmegen geboren en groeit op in het nabijgelegen Malden. Behalve van ponyrijden houdt de kleine Iris ook van zwemmen. En ze is er goed in. Op haar 7e zijn alle zwemdiploma's al in haar bezit. En vindt ze bij Aqua Novio in Nijmegen een nieuwe uitdaging in het schoonspringen. De volgende stap voor Jansen is het professionelere AZNPC in Amersfoort, waar haar moeder haar puber 5 keer per week naar de training rijdt. Op haar 15e raakt Iris tijdens een sprong tegen de toren ernstig geblesseerd in haar gezicht. Ze komt er met een gebroken neus en een litteken vanaf. Een paar dagen later is ze al onderweg naar een volgende belangrijke wedstrijd. 2008 en 2009 zijn de topjaren voor Jansen. Ze wordt meerdere malen Nederlands kampioen synchroon duiken op de 1 en 3 meter plank en van de toren. Hoogtepunt is het WK in Rome, waar Iris met haar partner Reisa Geurtsen 11e wordt. Kort daarna stopt ze om tijd vrij te maken voor haar studie commerciële economie in Nijmegen. In 2012 is Jansen nog trainster bij het SBS-programma Sterren Springen. Hier in Nijmegen ben je je sportcarrière begonnen. Ja. Was je als kind altijd al echt een waterrat? Ja, heel erg. Mijn moeder was alleen nog wedstrijdzwemmen, synchroon zwemmen en aquajoggen. En toen zei de badje vrouw... Een beetje te jong voor aquajoggen. Nou, dat vond ik wel iets te jong voor mijn 7e. Ja. Dus toen zei de badje vrouw van misschien moet je eens in Nijmegen gaan kijken. Doen ze schoonspringen. En ik deed al een salto op de planken, vanaf de plank dan. En zodoende. En ik heb hier een foto van jouw oude team. Ja. Die ziet er heel schattig uit. Ja, vind ik echt. Wat was dit voor groep? Want schoonspringen is natuurlijk een individuele sport. Ja. Waren jullie hecht? Waren wij hecht? Ja, ik had wel echt... Ja, het waren wel echt vriendinnetjes van mij, ja. Nee, wat was jouw rol in deze groep? De kleine bibberkont? Ik weet het niet. Had je het altijd koud? Ik had het altijd koud. Het is heel erg. Ja. Je was ook heel mager. Ja, klopt.
Leuk. Heb je zin om zo iedereen weer te zien? Ik ben wel heel benieuwd. In ieder geval wie er allemaal zijn. Hebben we er zin in? Ja, ik ben heel benieuwd. Gaan. Ik wil je dus heel graag wat filmpjes laten zien. En het eerste filmpje wat ik je wil laten zien gaat over Marleen. Oké. Marleen Groothuis, 25 jaar, woont in Groenlo en werkt tegenwoordig in een restaurant in Eibergen. Marleen, als kind trainingsmaatje en vriendinnetje van Iris Jansen, is 6 jaar geleden noodgedwongen gestopt met schoonspringen na een auto-ongeluk. We stonden in de file en er reed een vrachtwagen. Die reed eigenlijk achter op de auto die achter ons reed. En op die manier is een kettingbotsing ontstaan. En heb ik met nekklachten ben ik uiteindelijk naar het ziekenhuis gegaan. En ja, daar is gewoon niks aan te doen. Dat het soort van whiplash. Ja, ik had enorme nekklachten. Heel veel hoofdpijn, concentratieverlies, heel erg vermoeid. Schoonspringen missen was voor mij wel heel erg, want ik trainde na 20, 25 uur per week. En zo ineens zit je thuis en kun je niet meer trainen. En dat was mijn leven. Schoonspringen, school, dat interesseerde me niet. Schoonspringen was echt mijn leven en dat wilde ik doen. En daar wilde ik ook nog veel meer in behalen dan wat ik heb behaald uiteindelijk. Dus dat heeft wel een aantal jaar gekost om te accepteren dat het gewoon echt niet meer kon, dat het echt afgelopen was. Marleen had in haar carrière ook soms wat last van angst bij het springen. Ze ging hiervoor naar een sportpsycholoog. Ja, dat was een behoorlijk gevecht. Want ik heb altijd al, ook op school, heel veel last gehad van faalangst. En ja, met schoonspringen komt dat natuurlijk terug. Want er wordt iets van je gevraagd. Je wil het heel graag doen, maar je gelooft er niet in dat je het kan. En ik weet zelfs dat ik wedstrijden heb gewonnen. Dat mijn ouders me opbelden na die tijd van hoe ging het meisje. Dus ja, ik ben eerste geworden. En dat zij echt iets hadden van, maar dat is toch hartstikke goed. Maar ik uitte het niet, want ik was dan niet tevreden. Want ja, ik had niet mijn punten gehaald. Of er was toch net iets niet goed genoeg gegaan. Dus op die manier was ik heel erg bang, continu, om te falen. En ja, met schoonspringen in het Nederlands team moet je daar geen last van hebben. Dan moet je echt overheen zetten. Dus zodoende ben ik inderdaad naar een sportpsycholoog geweest. En die heeft mij echt geholpen om de berg te gaan beklimmen. Heftig verhaal wel, toch? Best wel, ja. Ja. Hey, en herken jij dat faalangstige waar zij mee te maken had? Nou, en ook bij jezelf, ja. Een beetje misschien, maar niet, nou. Ja, bij mij was het meer prestatiedrang of zo. Het een beetje bang om fouten te maken. En ik weet niet of dat precies hetzelfde is als echte faalangst, want ik ben gewoon iemand die niet houdt van fouten maken. Dat heb ik niet in het springen, maar dat heb ik ook niet in mijn werk. Dat had ik met school, dat ik wil geen fouten maken. En ja, maar of dat echt faalangst is, weet ik niet. Van je fouten leer je, zeggen ze. Ja, maar dat vond ik dus heel vervelend. Want hoe leerde jij dan? Jij maakte gewoon geen fouten. Ja, nou ja, één grote fout. En daarna dacht ik van, het is goed met je fouten. Ik hoef ze niet meer. Oh mijn god. Wat is het hoog? Ja, dat valt mij nu ook wel enigszins tegen, ja. Ja? Jij woonde in Malden? Ja. En je ging 5 dagen per week hier naar Amersfoort? Ja. Toch? Dat heb ik heel lang gedaan. En dan bracht even je ouders je. Ja, heel lang gedaan, ja. Ik moet het wel heel leuk gevonden hebben. Ja, ik vond het ook echt heel gaaf. En ik kon het gewoon heel goed combineren met mijn middelbare school en zo. Die heb ik ook gewoon prima gehaald. Dus ja, dan is het ook gewoon leuk. En waarom was jij hier zo goed in? Maar ik kon met name heel netjes springen en met weinig spetters. Wat heb je ervoor nodig om een goede schoonspringer te worden? Lef. Daar staan we dan. In ieder geval ietsje hoger dan de kant.
Je hebt een bepaalde vorm van elegantie heb je nodig. Dat was eigenlijk, ja, dat was met name mijn kwaliteit. Hoe is het om het weer te doen? Ja, leuk. Ja? Maar dit is natuurlijk heel makkelijk, hè? Ja, dit is wel makkelijk, maar het is wel even fijn om het weer te doen. Je krijgt ook helemaal een soort blij hoofd. Wel een lekker gevoel. Ja, hè? Ik begrijp wel wat je zegt, maar dat je in ieder geval heel erg levend voelt. Ja, maar het is gewoon, je krijgt echt een soort kick. Dat je zo'n val is natuurlijk voor je hoofd echt best wel een klap. Ja, of is het niet zo? Je hebt met schoonspringen leer je aan om je duikhouding, is eigenlijk dit. Ja. En daar zet je dus je zo tussen je armen en daar bescherm je mee. Maar nou zie ik hier op jouw voorhoofd toch wel degelijk best wel een groot litteken. Ja, dus niet van het landen. Maar is dat wel van schoonspringen? Dat is wel van schoonspringen. Wat is er gebeurd? Wat is hier gebeurd eigenlijk? Ik was 15 geloof ik. En ik was aan het trainen voor de Europese jeugdkampioenschappen. En ik denk dat ik een blackout heb gehad. En wat ik dus op de een of andere manier deed, is boven de plank blijven hangen. En na twee salto's kreeg ik een klap in de lucht. Ik viel in het water en ik wist helemaal niet wat er gebeurd was. En toen had ik dus gewoon mijn hele kop open liggen. Oh mijn god. Dit is heel hoog. Ja, behoorlijk. Iets in me wil dit dus. En iets in me wil dit ook helemaal niet. Ben je na die val, ben je toen ook banger geworden tijdens het springen? Ja, ik ben met name het eerste jaar heel erg bang geweest. En ook al was de plank helemaal niet meer in de buurt, maar dan kreeg ik toch wel flits in mijn gezicht. Of in mijn ogen van, oh jee, daar is die weer. Dat ik steeds die klap opnieuw ervaarde of zo. Dat was heel eng. Ja. Het volgende filmpje gaat over een van jouw hoogtepunten. Hoe is het om dit terug te zien? Ja, geweldig. Ik krijg gewoon een tinteling in mijn gezicht. Ik vind het echt, ja, geweldig. Ja, ik vind het echt heel leuk. Mis je het dan ook? Ja, dan wel. Dan echt heel erg. Je bent zo goed. Ik zit echt te kijken en mijn mond valt open van verbazing. Je bent gewoon echt een fantastische schoonspringster. Ja. Was. Jullie werden hier 11e. Ja. Was dat een goede score? Ja. Ja. Ja, was erg netjes. Was dat ook het hoogst haalbare? Het had wel hoger gekund uiteindelijk, maar gewoon ja, dat was weer een periode verder geweest dan. Ben je nog veel bij je ouder? Ik probeer wel in ieder geval ieder weekend even bij mijn ouders te komen. Wauw. Wat is het hier mooi. Ze zeggen wel eens geen topsport zonder ouders. Ja. Dat was bij jullie ook? Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ja, ja vertel. Ja, god, 5 keer in de week naar Amersfoort later. Nijmegen ja, was het maar 2-3 keer in de week. Dus ja. En dat deed u allemaal? Dus ja, eigenlijk wel. Kon jij hier een beetje oefenen, Iris? Nee, ja, het is 1,20 meter, dus je kan er... Voetlandingen van de balk af. Je kan er net in staan. Van de balk af kan je voetlandingen, saltootjes en zo. Maar was jij zo'n kind die zo gedreven was, dat ze altijd bezig was met schoonspringen? Ik was wel altijd bezig met schoonspringen, maar dat was niet in het zwembad. Maar bijvoorbeeld op de trampoline of... Dat was eigenlijk voor de sport. Ja, deze was echt wel voor de sport inderdaad. Ja. Ja. Hey, hoe heb jij dat ervaren, zo de hulp van je moeder? Ja, mijn moeder die was er altijd voor me. Zij
Ik kon eigenlijk altijd alles aan haar kwijt. En als het een keer niet lekker ging, dan was zij er ook voor me. En... Maar hoe is dat om een dochter te hebben die zo goed is in een sport? Ja, in het begin weet je dan niet, hè? Nee. Dus ze ging gewoon omdat ze het leuk vond. En ja, dan ga je van 2 dagen naar 3 dagen. En ik weet nog wel, zaterdagochtend mocht ze op een gegeven moment ook meespringen. En dat ik zei tegen Joyce van, poeh, dat is een inbreuk op je privacy zo. Ja, ja. Ze mogen om 10 uur al in het water liggen. Want dan moest ik ook mee. Hey, en Iris, je bent vrij vroeg gestopt eigenlijk, toch? Ja, klopt. Waarom? Op je 20ste al? Ja, ik ben op mijn 20ste gestopt. Ik heb toen het WK gesprongen. En ik was toen vastberaden om een opleiding te gaan doen. Omdat ik had al eerder tijdens mijn springcarrière dan een opleiding geprobeerd te doen. En het lukte gewoon echt niet. Ik had er de tijd niet voor. Op een gegeven moment de energie niet meer. Het ging gewoon niet. Ik was gewoon helemaal uitgeput. En op een gegeven moment dacht ik van nou is het zat. Ik wil nu gewoon echt een opleiding gaan doen. En toen ging dat niet samen met mijn sport. En daar baal ik wel heel erg van. Heb je er spijt van? Ik had er toen heel erg spijt van, ja. In het begin heel erg. Of in ieder geval, ik had de eerste periode op school gezeten. Dat vond ik allemaal wel prima. Toen dacht ik, nou, dit kan ik wel volhouden. Maar na een half jaar, toen kreeg ik het zo zwaar. Of in ieder geval niet met mijn opleiding, maar gewoon dat ik het springen zo miste. Ik miste die adrenaline, ik miste het presteren, zeg maar. Hoe uitte zich dat? Ja... Ik was gewoon heel erg down en best wel verdrietig eigenlijk daarom. Ik voelde me niet gelukkig, zeg maar. En toen heb ik er later toch weer overheen gezet. En ik dacht, ik moet gewoon aan mijn toekomst denken. Dat vind ik belangrijker dan springen. Het laatste filmpje wat ik heel graag aan je wil laten zien voordat je je oude clubgenootjes terugziet. Dat is een filmpje over jouw oude trainer Herman. Oké. Herman Rutte, oud-trainer van Iris Jansen, is 66 jaar en gaat nog wekelijks naar de sportschool om een beetje in beweging te blijven. In zijn schoonspringtijd trainde hij de jeugdgroep samen met zijn dochter Joyce, die ook een goede schoonspringster is geweest. Het schoonspringen heeft zijn hart wel gestolen. Alles. Het lichaam moet zoveel doen, maar niet alleen lichaam, ook geestelijk. Want als je dus inderdaad bijvoorbeeld... begint met een, waar we mee begonnen waren, rechtstandig gesprongen. Hè. Ze moesten eerst leren hun lichaam strak te houden. Hun lichaam te controleren. Hè. Dat was heel belangrijk. En daarna krijg je dus de moeilijkere sprongen als je verder komt. Maar dan moet je dus in je hoofd wel weten, als je een salto met een schroef moet maken, dat je dus wel weet hoe dat je moet draaien, moet bewegen, hoe je afzet moet zijn. En ja, dat is natuurlijk heel belangrijk voor het schoonspringen. Iedereen denkt, we kunnen van de plank af. Als je nou dat televisieprogramma ziet, springen van de plank, dat is een beetje lachen eigenlijk. Maar dat is eigenlijk geen reclame voor het schoonspringen, vind ik zelf. Want schoonspringen is heel wat anders dan van de plank vallen. Dit is in Amersfoort, daar staat Joyce op de 10 meter toren. Het is wel hoog zo te zien. Ik heb wel eens hartkloppingen gehad, dat mag je rustig weten. Want het is toch, je komt met 50, 60 kilometer per uur kom je naar beneden. En als je dan niet goed op het water komt, dan is het hard hoor, echt heel hard. In die periode sprong Joyce zelf nog wel, maar het meeste wat ze dus ging doen was ook mee trainen geven. En waar ik bijvoorbeeld heel erg veel steun aan had, want die voelde natuurlijk zelf van hoe en wat in haar lichaam, wat ik niet had. Ik heb zelf niet gesprongen. Ja, 1 keer ben ik een keer van de plank af geweest, maar dat was niet goed. Maar ik had het puur van de theorie en maar zij kon het precies zeggen. Ja. En voordoen. En voordoen, ja zeker. Dat was ook heel belangrijk. En dat vonden ze prachtig, de kinderen. Als ze dat zagen, dan wilden ze ook inderdaad dat ook kunnen. Wat had Herman waardoor bij jou die liefde voor dat springen heel erg werd aangewakkerd?
Ja, weet ik niet. Echt zo'n drijfkracht had hij. Het was echt iemand die stond aan de kant en die zei, kom op, je kan het wel. En dat was gewoon super gaaf. Als hij dan bij Herman een nieuwe sprong mocht doen, dat was geweldig. Ik weet nog wel dat ik voor de eerste keer anderhalf salto binnenwaarts bij Herman mocht doen. Nou, dat was geweldig. En had hij het gedaan, of had je het gedaan, zo sowieso de kant. Zo. Nou, dat is gewoon mooi. Heb je zin in de reunie? Ja, ik ben heel benieuwd wie er al zijn. Ja. Spannend. Zullen we gaan? Ja. Kom. Clubgenootjes, mag ik een heel hard applaus voor Iris Jansen? Anders. Maar jij staat nog... echt zo te kijken. Ja. Wat gebeurt er? Ja, echt. Ik heb er ooit nog wel een keertje, maar dat hadden we net groter. Over. Ja, ik was groter, maar er is niets meer van over. Wauw, ik sta er echt van te kijken. Wauw, je bent echt mooi geworden ook. En groot en lang en heel anders. Ja. Vooral kletsen van wat doe je nou en hoe staat je leven nu? En of je bent veranderd of niet, maar volgens mij zijn we allemaal nog een beetje hetzelfde qua uiterlijk. Dus ja, naar oude foto's kijken. Echt leuk. Wauw, echt een mooie meid geworden ook. En lang haar. En ja, staat heel goed. In het gezicht echt niks veranderd. Alleen langer geworden inderdaad. Maar verder is het nog precies hetzelfde. Het is nog steeds de Iris van toen. Dat spontane en lachen en... Ja, ze is groter geworden, wel iets flinker en langere haren, maar meer niet. Ja, zij is er natuurlijk nog verder in gegaan. Ik ben toen al vrij snel gestopt en ik heb er verder niet meer over nagedacht of zo. Dus ja, was wel echt even een verrassing, ja. En we hebben nummers al opgeslagen en we gaan lekker een keertje het eten. Ik wil aan jou vragen of jij wil... toosten op je oude clubgenootjes. Ja, dat ben ik wel. Ja? Nou. Nou, proost. Op een goede toekomst, hè? Ja, tot over nog 10 jaar dat ik jullie allemaal weer mag zien. Nee, heel leuk dat jullie er zijn. Echt heel gaaf dat toch nog wat mensen zijn gekomen. Ik heb echt dromen. Van vroeger, dat ik hier vooral met ook Iris op die kleine duikplank daar, toen was die nog groen. Dat we daar zo die rand op moesten klimmen en dat ik dan op die duikplank moest veren, maar dat mijn benen dan van elastiek waren en dat ik dan zo onderuit ging. Zo. Ja, ik droomde heel best wel vaak over, ja. Oké, wordt het de lage of de hoge? De lage. Ja, de lage. Ja. Jij durft wel. Ja, je moet opschuiven. Nee, dat is helemaal. Jongens, zitten jullie er mooi uit. Er mag gelachen worden. Jan is op het zakken. Lachen. Mooi hoor, dankjewel. Tot zover Iris Jansen hier in Nijmegen. Volgende week iets heel anders. Dan mag ik gaan honkballen met niemand minder dan pitcher Mike Bolsenbroek. En Mike begon zijn honkbalcarrière bij Robur in Apeldoorn. Haalde bijna de Amerikaanse honkbaltop en speelt tegenwoordig bij het Duitse Regensburg. En laat daar nou net volgende week de competitie beginnen. En daar gaan we dus naartoe. Tot dan. Of this ring a bell.